Hallo, ik ben Patrick Goethart, ben 43 jaar, werk zo'n 8 jaar bij Simon Loos in de afdeling bulkvervoer. Dit is een Mercedes 1845 Actos met een redelijk nieuwe Gova oplegger, bulk oplegger. Die heb ik sinds een maand of drie. Ik heb CE-rijbewijs, code 95 is tegenwoordig verplicht. Wij zijn de hele week van huis af. We gaan maandag weg en zijn vrijdag weer terug. Nou, ik rijd zowel als Nederland als in België, Duitsland, Frankrijk, Engeland komen we ook. Ja, dat maakt het ook leuk. Ik heb er nu een melkpoeder in zitten voor de diervoederindustrie. Ik kom nu uit de Midden-Beemster bij Kono, de kaasfabriek waar de Beemster kaas wordt gemaakt. Ik heb nu 25 ton 300 kilo geladen en daarmee is de bulk vol. Goedemorgen. Goedemorgen. Alsjeblieft. Dankjewel. Ik doe nu het rek omhoog, de zegellijn eruit. Heb ik erom gedaan bij het laadadres in opdracht van de klant. Doe drie deksels los, komt de laborant, die neemt de monster, wordt het geanalyseerd. Ondertussen ga ik naar de weegbrug, doe ik de wagen inwegen en dan wachten tot ik goedkeuring krijg om te lossen. Mijn gereedschappen pakken om de bulk op te bouwen en te lossen. En dat werkt met losdruk en dat wordt door een compressor wordt dat ingeblazen, ja, waardoor het product onder druk gelost wordt. Ja, het is nu wachten tot hij leeg is en in de gaten houden. Controle blijven houden. Ja, het is wel belangrijk dat hij erbij blijft. Er kan altijd wat gebeuren. Straks als hij bijna leeg is, moet ik een paar goede klappen erop geven, zodat door de trilling het laatste product nog naar beneden komt. Ah, het begint te komen. Dit is mijn vaste wagen, die heb ik eind april opnieuw gekregen. Ja, trots op. Ja, leuk. Een beetje mijn hobby ook. Nou, hij is nu leeg. De tank heb ik laten zakken. De slang kan eraf. Even voorzichtig doen. En je moet wel rustig blijven. Niet, want als er wat gebeurt, moet je niet paniek raken. Wat het bijzonder maakt, vind ik dat het redelijk rustig werk is. Geen stress. Ja, contact met mensen ook verschillende. Wij komen regelmatig bij dezelfde klanten. En dat vind ik wel prettig, omdat je dan steeds dezelfde mensen tegenkomt.